Ik heb een afvalscheidmachine gemaakt. En als je afval hierin gooit, is hier een scanner. En die scant dan wat het is. En dan gaat het via deze buis gaat het dan naar het ding toe waar het hoort. Bijvoorbeeld als het naar plastic is, dan komt het zo recht in de plastic bak terecht. En ik heb ook bijvoorbeeld bij GV groente en fruit, daar wordt compost van gemaakt in dit wormhuis. En, als je er iets in hebt gegooid, dan krijg je een muntje en dan kan je hierin stoppen en dan krijg je gratis fruit. Omdat sommige mensen gooien hun afval gewoon op straat en dat is niet goed voor het milieu. Heel leuk. En ik zou willen dat het volgend jaar weer was.